Hey, wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we dit leuke maar simpele spinnenweb maken. We hebben alleen maar een schaar, een potlood en een A4 papiertje nodig, dus laten we snel beginnen. Ik pak mijn witte A4 papiertje erbij en ik begin met het vouwen van de punt naar de bovenste lijn. Het papier dat nu nog uitsteekt hebben we niet nodig, dus die knip ik eraf. Ik draai het driehoek wat we nu gevouwen hebben met de punt naar de linkerkant. De gladde kant hebben we nu aan de rechterkant. Dan vouw ik de onderste punt naar de bovenste punt. Ik vouw nog een keer de onderste punt naar de bovenste punt. Nu vouw ik de punt van onze driehoek naar het midden van de strakke lijn. Het flapje dat overblijft hebben we niet nodig, dus deze knip ik eraf. Nu kunnen we beginnen met het tekenen van de lijnen. Ik teken eerst een lijn recht naar beneden een heel klein stukje van de kant. Ik teken hem niet helemaal tot bovenaan. Bovenaan teken ik een boogje van links naar rechts. Daaronder maak ik nog meer boogjes. Ik hou een afstand van ongeveer een centimeter, maar je moet zelf eventjes kijken wat je mooi vindt. Dan knip ik het bovenste stukje eraf. Het volgende boogje laat ik zitten. En het boogje daaronder knip ik er weer af. En zo ga ik verder tot ik helemaal onderaan ben. En als het er zo uitziet, dan heb je het goed gedaan. En dan kunnen we de spinnenweb gaan openvouwen. En dan is dit het resultaat van je eigen gemaakte papieren spinnenweb. Superleuk natuurlijk om in huis te hangen tijdens Halloween, maar ook om misschien te gebruiken in je bullet journal. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet geen reactie achter te laten, een duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren en dan zie ik jullie bij een volgende video.